Oké, het is vrijdagmiddag en ik ga texture mappen. Nou, normaal heb je een heel complex model wat uit verschillende onderdelen bestaat. Wat handig is om te weten is dat je alles editable maakt, maar nog niet allemaal aan elkaar koppelt tot één mesh. Dat is nog niet nodig en zo kan je aparte onderdelen een eigen UV-map geven. Nou, hoe moet ik dat hier bijvoorbeeld doen? Ik heb geen UV-coördinaten-tag, die heb ik er al afgesloopt. En ik heb hier een NURBS-object. Hier kan ik dus eigenlijk helemaal niks mee, ik moet polygoon hebben. Nou, laten we die eerst maar gewoon even omzetten. En ik laat je eerst even zien. Ik heb hier, nou, ik zet al die subdivisies zet ik zo laag mogelijk. Ik zie dat ik wel iets gedraaid heb met dat ding. Nou, bijvoorbeeld 12. Ik hou dat altijd even omdat ik het makkelijk vind. Maar dit is lekker low poly. De pop loopt niet helemaal aan de binnenkant door, maar dit is niet zo erg. In de texture tag heb ik aangegeven dat dit een cylindrical mapping heeft. Dus als ik dit even laat zien in de projection mode, dan zie je die cilinder zit er helemaal omheen. Als je dat nou helemaal verenigd hebt. Bijvoorbeeld, je hebt hem veel groter. Nou, dan zie je al wat er met de texture gebeurt. Je gaat naar tags. Je zorgt dat deze twee even geselecteerd staan. En je zegt hier fit to object. Ploep. En dan springt hij precies naar de dimensies van je object. Ik weet, dit staat een beetje bol. Dus het wordt wel enigszins vertekend. Maar dat is niet zo heel erg. Dat kan je eventueel ook wel bijwerken. Oké, ik maak deze jongen maak ik eventjes met Current State Object maak ik er een object van, een polygoonobject. Deze zal ik even voor het gemak eventjes wegzetten. En dan krijg ik dus al gelijk een stel UV-coördinaten erbij volgens die cilindrische projectie. Wat me een beetje tegenvalt is dat hij nu al cilindrische dingen heeft, had ik dat hier niet aan. Oh nee, goed. Deze coördinaten mag je even weghalen. Waarom? Hier staat hij nog op mijn projectie. Ik ga naar tags en ik zeg hier generate UVW coördinaten. Ploep. Nu verandert hier ogenschijnlijk niks, maar dan staat hier nu opeens dat dit een UVW mapping heeft. En hij heeft coördinaten. Nou, hartstikke mooi, die kun je lokken, zou ik niet doen. Dit is nou een object wat je in één keer met UV-coördinaten kan op een andere manier gaan kan editen. Nou, je ziet bijvoorbeeld door die cilindrische projectie dat hij aan de onderkant er niet uitziet. Dit is natuurlijk. Stel dat ik hem aan de onderkant zie, dan moet ik dus ergens anders een stukje uit die texture gaan halen. Laat ik dat even doen. Ten eerste kan ik het beste even F2 pakken. Bij de display Gouraud shading vragen. Nu zit ik naar de bovenkant te kijken en ik moet even bij de onderkant kijken, de bottom. Ik zoom even een stukje in en ik heb alles geselecteerd staan, zo dat. En ik ga naar BP UV Edit. Schakelt die om. Bekende kruisje weghalen naar Materials. Dat ding uit. En dan krijg ik dat hele geval weer. Hiermee kan ik texture coördinaten selecteren. Vooral met deze. En ik heb mijn object heb ik actief staan. Ik pak mijn selectie tool. En ik doe deze jongens. Wat zit hier? Nee, die moet ik al niet meer hebben. Dus die doe ik even met de control key. Even deselecteren. Dit is de onderkant. Ik ga naar projection, daar zit ik al. En ik zeg hier, want ik zit hier door de camera te kijken, die gebruik ik als een soort projector. Dus ik zeg hier frontal. En dan zie je dat hij dit stukje van de texture nu pakt. Want hier zie je de coördinaten oranje terugkomen. Oeps. Ik kan ze het beste eventjes hier selecteren. Zo. En dan mag ik uiteindelijk mijn texture kiezen wat ik wil hebben. Nou, ik ga hier non-proportionate scalen. Overigens, de reden waarom dit zo'n opgerekte cirkel is, is omdat mijn vierkant, sorry, mijn texture niet vierkant is. Maar ik kan hem in ieder geval moven. Ik heb op de E gedrukt. En dan zet ik hem bijvoorbeeld hier een beetje neutraal.
En met non-proportionate scale, als ik naar links naar rechts is, zo scalen. En dan kan ik hem nog een stukje zo scalen. Zoiets. Nou, dit ziet er niet uit, dat weet ik ook wel. Maar het is in ieder geval wat. En hier moet je dus van tevoren, dat is makkelijker, je textures eigenlijk al als een lappendeken samenstellen. Goed. Dan moet ik eventjes naar perspective view. En dan kan ik er nog een beetje omheen draaien. En dan zie je dus welk stukje ik heb gekozen. Dit is veel makkelijker om dat met per object te doen. Stel nou dat ik bijvoorbeeld nu een kubus heb. En er zit ook dezelfde texturing aan. Stel dat dit klopt. Ik maak hem editable, uiteraard. En hier zit dus de texture al qua UVW op. Dan mag ik gewoon zeggen, ik heb hier een polymesh en hier een polymesh. En die pletter ik gewoon bij elkaar. Connect en delete. Het enige wat je hoeft weg te slopen is deze. En dan mag je zelfs, die mag je zelfs allemaal wegslopen. En dit zijn dan de poly selections van de beide objecten. Nou, die kun je in principe eigenlijk ook weggooien. Hier zit alles in. En dan plak ik gewoon weer een andere tag eraan. Die heeft UV-coördinaten. Nou, je ziet het. Het zit eigenlijk gelijk al op zijn plek. Tot zover. Dit zijn echt de basics. Maar hou er rekening dus mee aan het eind connecten. En het object voor object projecteren. UVW-coördinaten genereren. En dan UVW editen.